Het AED-netwerk in Altena is redelijk op orde, maar niet overal. Zoals bijvoorbeeld in Veen. Het merendeel van de AED's is daar niet 24 uur per dag beschikbaar, maar bijvoorbeeld alleen als een winkel of sportaccommodatie geopend is. In Veen is na aanleiding van een opdracht in de Veense dorpsquiz een initiatief ontstaan van de groep Witte Mok om geld in te zamelen voor een AED te plaatsen op deze locatie. Superplek. Camera, verlichting, dag en nacht, 24/7, dus heel goed bereikbaar. En een hoop parkeerplek, dus iedereen kan hier met de auto naartoe rijden. Er zijn AED's in Veen, maar slecht bereikbaar. Achter hekken, bij de supermarkt, dus als die dicht is moet je vooral geen hartinfarct krijgen. Modus voor volwassenen. Verwijder alle kleding van de borst van de patiënt. Trek aan de rode hendel om bij de elektroden te kunnen komen. Gerard van Eindhoven uit Meeuwen zet zich al jaren in voor een dekkend netwerk van de automatische externe defibrillator in Aalburg en nu ook in Altena. Hij ziet het liefst een netwerk van AED's die 24 uur per dag beschikbaar zijn om te gebruiken bij een reanimatie. Hoe belangrijk is die dekking? Hoe belangrijk is dat netwerk van die AED's? Nou, dat is zeer belangrijk. Het is natuurlijk dat een hartinfarct of wat dan ook, het komt allemaal onverwachts. En de tijd die je nodig hebt, of die er maar is, om iemand te redden, om iemand te helpen, die is zo kort dat je dus als je een AED ter beschikking hebt, mede door de AED kun je dus beter helpen. Maar je hebt maar een korte tijd nodig om de mensen echt te helpen. Hoe zit het met de dekking binnen Altena? Nou, binnen Altena, de dekking in Aalburg, wat ik altijd bij heb gehouden, is voor de gemeente, destijds opgezet, 11 jaar geleden, het AED-project. Dat is, mag ik wel zeggen, vrij goed. Ik ben nog niet helemaal tevreden, zoals hier in Veen vind ik het nog niet voldoende. Nu zijn we meer bezig met de buitengebieden, om te kijken wat daar nog de dekking moet worden. Want je kiest natuurlijk eerst voor de kernen, hè, daar waar de meeste mensen wonen. Maar we zijn er nu inmiddels achter, dus dat de buitengebieden toch ook heel hard nodig zijn. En de initiatiefnemers uit Veen wonen in zo'n buitengebied. Ja, zouden we niet een AED in de buurt ook moeten hebben? Ook veel toeristen hier en zo. En dit is een beetje de buitenkant van Veen, dus daar hangt helemaal niks. Dat zijn we gaan uitwerken en we zijn een inzamelingsactie gestart en er staan nog allerlei dingen op stapel. Want we hebben zoiets van, eigenlijk willen we er meer die gewoon 24/7 bereikbaar zijn. Dus we doen allerlei acties om geld in te zamelen en voor de eerste AED is het eigenlijk al binnen. En ik zou zeggen, andere kernen, doe hetzelfde en zorg dat die dingen er komen. Zorg gewoon dat ze er komen.